Eerlijk toch? Maar je moet een beetje van auto's houden. Ik vind auto's leuk en heel veel mensen vinden dat leuk. En een auto die snel rijdt vervuilt natuurlijk per definitie minder, want die is sneller op zijn bestemming. Ik ben heel erg voor die 130. De minister-president zit nog steeds op de telefoon te frutten, voorzitter. Ik vind het echt een heel slecht signaal. Snap je? We moeten niet meer op dat vliegtuig, stap. Hoe vaak ga jij op vakantie? 3 keer. Met de auto? Met de vliegtuig. Wij, jullie en ik, wij zijn generatie klimaat. En toen zag ik onze eigen hoofden in één keer op de tv daar staan. Jongens en meisjes worden gelijk. Als ze geboren worden, wordt er een labeltje op ze gedrukt. Ja. Hè? Eigenlijk onmiddellijk. Je bent een jongetje, blauw. Je bent een meisje, roze. Nou, ik vind het vreselijk. Ja. Eigenlijk vind ik het vreselijk. Je zegt nu als uw eigen zoon homo zou zijn en die krijgt op straat klappen, dan is dat zijn eigen schuld. Ja, krijgt hij van mij nou een paar klappen bij. Ik vind het best wel normaal als homo's gewoon hand in hand lopen. Er is niks mis mee. Maar ja, als je dan gaat zeggen K-zwarte, K-9, K-katoenplukker, K-zwarte Piet, dan kan je wel veel te ver in gaan. Vooral anno 2019, kom op. Jij krijgt het glad niet van mijn gezicht. Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?